De verhitte situatie die dinsdag in Albina was ontstaan is intussen onder controle. Dat bevestigde minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie vandaag in het parlement tijdens het agendapunt ingekomen stukken. Een menigte kwam dinsdag in opstand nadat het lijk van een bootsman was opgevist uit de Marowijnrivier. Kort daarvoor probeerde die bootsman zijn passagier te beroven van zijn geld. Zijn poging mislukte en hij viel na een worsteling in de rivier. De menigte echter vond dat de passagier, een Chinese winkelier, schuldig was aan de dood van de bootsman en brachten vernielingen aan verschillende winkels. Getrouw zegt dat de politie van Paramaribo heeft geholpen de situatie onder controle te krijgen. Ten aanzien van het incident van Albina wil ik het volgende aan u meegeven. Het gaat om het volgende. Een Chinese man had een boot gecharterd om de oversteek vanuit Albina naar de Franse kant te doen. Bij het tevoorschijn halen van zijn geld om de bootsman te betalen, probeerde deze hem te beroven van zijn geld. Men was intussen al aan het varen en was men ongeveer in het midden van de Marowijnrivier. Er stond een schermutseling waarbij volgens de Chinese man de bootsman in de rivier terecht kwam en in de diepte verdween. Andere getuigen stellen dat zij een schot hebben gehoord. Het lijk is intussen geborgen en voor de obductie in beslag genomen. De obductie heeft van hedenochtend omstreeks 8 uur plaatsgevonden. Volgens het rapport, het obductierapport, is er sprake van de dood door verdrinking. Vanwege stompgeweld aan het hoofd, hoofdtrauma en is er geen schotverwonding aangetroffen. Dit geval heeft voor ernstige problemen gezorgd. In die mate dat verschillende Chinese winkels werden bekogeld en de situatie in Albina eergisteren heel chaotisch was. Er is vanuit Paramaribo assistentie verleend aan de politie van Albina door het Nationaal Leger en de regio bijstandsteam. Intussen kunnen we wel aan u meegeven dus dat de situatie helemaal genormaliseerd is in Albina. En het wordt ook rustig gehouden door de troepen die er nu nog zijn vanuit Paramaribo. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie vandaag in DNA over het incident in Albina waarbij een bootsman is verdronken nadat hij probeerde zijn passagier te beroven.